Bij baansnelheid gaat het over het begrip snelheid. En van snelheid weten we dat dat aangegeven wordt met de letter V van velocity, velocitas. En dat is gelijk aan de afgelegde afstand S delen door de tijd. Dus als ik 5 kilometer in een uur heb afgelegd, is het 5 kilometer per uur. Nou, baansnelheid is niets anders dan deze formule vertaald naar een rondje. Als een voorwerp in een rondje aan het bewegen is, dan heeft hij in feite ook een afstand afgelegd en dan doet hij daar een bepaalde tijd over. De baansnelheid, v-baan, is dan de omtrek van het rondje delen door de tijd die één rondje duurt. Nou, de omtrek van een rondje, die kennen we als formule van de straal. Omtrek van een cirkel is 2 pi r. Wist je die niet meer? Tabel 36 in Binas staan al die formules in. En dat betekent dus dat de baansnelheid ook opgeschreven kan worden als 2 pi r. Dat was de omtrek, delen door de tijd. Nou, op deze manier kunnen we werken met baansnelheid. En de baansnelheid betekent dat als dit punt er dan een voorwerp aan het bewegen is, dan beweegt hij die kant op. Stel je voor dat er geen één kracht meer op zou werken, dan zou die ook keurig rechtdoor vliegen. Alleen doordat er krachten op werken, verandert die van richting en gaat die steeds verder. En dat kom je ook terug bij middelpunt zoekende kracht. Een ander filmpje wat ik heb opgenomen. Die baansnelheid, die zegt dus iets over hoe hard dat gaat. En de tijd zegt iets over hoe lang doet die over één rondje. De tijd van één rondje noemen we ook wel de trillingstijd. De tijd dat de beweging zich opnieuw gaat herhalen. Dat geven we aan met de hoofdletter T, trillingstijd, of de ronde tijd, trillingstijd. En stel je voor dat ik een halve seconde doe over één rondje. Ik heb een trillingstijd van een halve seconde, een ronde tijd van een halve seconde. Dan betekent dat dat ik in één seconde, nou ja, in een halve seconde heb ik er eentje, nog een halve seconde erbij, dan heb ik twee rondjes. Oftewel, ben met twee rondjes per seconde aan het bewegen. Nou, dat twee rondjes per seconde, dat noemen we een frequentie. Frequentie. En dat geven we aan met de kleine letter F. Die is dan 2. De eenheid die daarbij hoort, hebben we afgesproken, dat is de hertz, HZ. En je ziet hier, als één rondje een halve seconde is, wordt de frequentie 2. Hoe kom ik daaraan? De frequentie is het omgekeerde van de trillingstijd. 1 delen door een half is 2. Ik kan ook zeggen, de trillingstijd is 1 delen door F. 1 delen door 2 is een half. Ander rekensommetje hiermee. Als ik 5 trillingen per seconde heb, dus 5 hertz, dan betekent dat mijn trillingstijd 1 delen door 5 een vijfde seconde is. Als ik 5 rondjes per seconde doe, dan is 1 rondje is een vijfde van een seconde, dus 0,2 seconden. Dit is baansnelheid. Met trillingstijd en frequentie meegenomen. En de berekening van omtrek.